kan ik toch niet nalaten om één deelgenoot te maken van een van de mooiste tochten die op het Wad denkbaar zijn. Dat is de tocht door het Lange Gat. En dat loopt van Vlieland naar het Wad. Daar staat de toren, ook wel bekend als Cornfield volgens mij. Met de voormalige delen Friends, maar die toch wel verdomd goed doet nu. Schip bezig met het verwerken van de voorraden en wij gaan een prachtige zaterdag verpakken hier. Voor ons vaart Coaster Silk met aan boord Gert Schouten en opstapper Jan Evert, die niet achteraan even niet weet, die komt een beetje onattent van mijzelf. En ik vaar nu aan op deze rode ton. Misschien dat ik zo nog even Dreltjes bij trek. Maar het is dus echt een fantastisch iets. Even kijken of ik nu nog honden zie, de zeehonden. Schipper, wilde ik even inzoomen op de hoek. Nou, dit is een suggestie voor de kijkers. Ja, doe maar. Overnachting, Posthuiswad. Hier is de legendarische bult waar vele nachten zijn doorgebracht, onvrijwillig. Ja. Maar in genoegen. Ruim om de bult heen. De bult is zeker met een vlaag van 70 centimeter altijd een stuk hoger dagbed. En dan pikken we hier de eerste prikjes van het Lange Gat op de waardgronden. We zijn nu ongeveer hier onder de Vliors. En dan komen we hier zo uit. Waarvan de suggestie altijd is, als jullie iets te zoeken hebben, blijf vooral weg. Vooral wegblijven. Maar wij hebben een missie. Wij hebben een missie, maar we zijn vooral sterk voorstander van een sterkere tekst op deze kaartvlak. Oké dan. Ik meld u als we weer in de grond zijn. Alrighty.